Goedendag, een mooi lenteachtig plaatje. En afgelopen weekend, zeker zaterdag, was het zelfs zomers te noemen. Op verschillende plaatsen in het land kwamen toen temperaturen voor van 25 graden of meer. En ook zondag was het nog erg warm. Op grote schaal tikten we nog wel die 20 graden aan. En een maandag die doet er ook nog wel eventjes aan mee met temperaturen die in het zuidoosten opnieuw richting de 20 graden gaan. Maar vandaag in de loop van de dag gaan er toch wel stapelwolken ontstaan. En uiteindelijk kunnen sommige van die stapelwolken ook wel gaan uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Zeker in de avond en de nacht naar dinsdag is dat het geval. De weersituatie van dit moment. We hebben te maken met een zuidelijke stroming. Een mix van wolken en zon. Als ik de animatie aanzet, dan zien we dat met die zuidelijke stroming. uiteindelijk dus ook die onweersbuien kunnen gaan ontstaan. Zeker in het zuidoosten van het land. Morgen hebben we met een heel ander weertype te maken: een westelijke wind. Die waait ook stevig door. En ook enkele buien die overtrekken. Woensdag tijdelijk iets rustiger onder een rug van hoge druk. Maar daarna komt die zuidwestelijke stroming er opnieuw in. Zachtere lucht, maar met daarbij ook wel weer kans op wat regen. Zeker op de donderdag. Pak ik ook nog even de bovenluchttemperaturen erbij. Want daarin kunnen we goed zien met welke luchtsoort we op dit moment te maken hebben. We zien inderdaad dat we op dit moment aan de warme zijde zitten. Maar als ik de animatie aanzet, komt er op dinsdag een scherpe scheiding. En dan komt die koudere lucht tijdelijk ons land binnen. Dat is tot donderdag. Daarna treedt opnieuw dus die zuidwestelijke stroming in. En dan kan het ook echt wel weer erg zacht gaan worden op zaterdag op grote schaal weer richting die 20 graden. Het is wel maar tijdelijk, want vanaf de nieuwe week, vanaf maandag. Dan gaat die stroming langzaam draaien richting het noordwesten. En dan komt beduidend koudere lucht ons land binnen. Maritiem polaire lucht levert waarschijnlijk ook echt wel wat buien op. En de temperatuur die kan echt wel omlaag gaan. Maxima van onder de 10 graden zijn dan mogelijk. En een enkele bui kan ook wel eens winters van karakter zijn: met hagel of misschien zelfs wat natte sneeuw in de nachtelijke uren. Maar goed, dat is nog ver weg. Een beetje onzeker, maar het zit wel duidelijk in de weermodellen. Eerst nog even naar de kortere termijn van vandaag. De maxima komen uiteindelijk uit zo tussen 16 en 21 graden met daarbij een mix van wolken en zon. Zeker later op de dag dan neemt de kans op een enkele regen of onweersbui toe met name in de zuidelijke helft van het land. En er staat daarbij slechts een zwak windje uit zuidelijke richtingen. Vanavond nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. De focus ligt wel echt op het zuidoosten van het land. Temperaturen zo tussen 13 en 17 graden. En vannacht liggen de minima uiteindelijk zo tussen 10 en 13 graden. Met dus die regen- en onweersbui die nog steeds ons land aan doen. Met name de oostelijke helft heeft daarmee te maken. Morgen, dan gaat die wind dus draaien naar het westen... en wordt beduidend koelere lucht ons land ingeblazen. Maxima van zo'n 12 tot 14 graden. Dat zijn nog steeds vrij normale waarden voor deze tijd van april. We hebben gewoon de afgelopen dagen met erg zacht weer te maken gehad. We hebben daarbij te maken met enkele buien die overtrekken. En er waait een stevige wind, vrij krachtig bovenland. En aan de kust mogelijk hard. Met daar ook kans op zware windstoten van meer dan 75 kilometer per uur. Woensdag is dan een prima dag onder die rug van hoge druk. Een graadje of 14 dan met een mix van wolken en zon. Donderdag passeert dan die storing met dan een graad of 15. Af en toe wat regen, maar de hoeveelheden zijn niet groot. Dan dus die stijging in de temperatuur. Vrijdag 17 graden. Zaterdag gaan we al naar 19 graden gemiddeld. Op verschillende plaatsen tikken we dan echt wel weer die 20 graden aan. Met dan een mix van wolken en zon. Zondag dan gaat de temperatuur al iets omlaag. Dan een graad of 15, maar dan is het waarschijnlijk nog wel droog met opnieuw enkele zonnige perioden. Tot de volgende keer.